Nou, mijn vader Artie de Vries, die woont al heel lang op het eiland en ja, verzorgt al sinds hij hier begonnen is allerlei hele leuke activiteiten voor kinderen. Nu op het moment zijn zijn kleinkinderen hier en vrienden met kinderen en vrienden van vrienden met kinderen. En hij dacht, laten we kijken of we de bootjes naar Sorbonne kunnen brengen. Want op Sorbonne is het veilig zeilen. Nou, deze kinderen hebben lang niet allemaal zeilervaring. Deze twee hebben nog nooit eerder in een boot gezeten. Maar op Sorbonne kan je alleen die kant op. Dus wat er ook gebeurt, als er iets misgaat, kunnen we ze ophalen. En daardoor krijgen ze zeilervaring, krijgen ze zelfvertrouwen. En wie weet is het wel de nieuwe kampioen van Bonaire. Zit er misschien wel tussen. Ik doe meer onderwatersport. Ik ben duikinstructeur in rusten. Ik ben nu niet meer aan het werk. Maar ik ken het eiland goed. Ik ken Sorbonne wel een beetje. Dus ik voel me wel vertrouwd als er iets misgaat dat ik in kan springen. Het is hier toch heerlijk. Het is toch het mooiste plekje van het eiland. Diane, wat doe je vandaag hier? Zeilen. Ja. Ging je al de zee op? Nee, dat denk ik niet. Nee, nog niet. Vind je zeilen leuk? Ja. Heb je al gezeild? Ja. Nee. Hoe vind je het? Superleuk. Is Artie jouw opa? Nee. Jij komt gewoon mee om te zeilen hier? Ja. Okay. Wat vind je van zeilen? Ik vind het heel leuk, want ja, je ziet dingen die je eigenlijk gewoon op een normale zeilboot niet ziet. Je ziet zeedieren, schildpadden zie je beter. En hier kun je ook heel veel schildpadden zien, dus dat is ook heel leuk. En dolfijnen als je gewoon op het open water gaat, dat is heel erg leuk om te zien. Is dit jouw eerste keer die je zeilt? Tweede keer, dit was mijn tweede keer. Gaat het goed? Ja, ik snap het wel, ja. Dus vroeger was het zo dat we samen met Elvis Martinez van de windsurfschool hadden we dus minstens 1 of 2 weken per jaar hadden we een zomer een zeilkamp. En dan konden de jongetjes en de meisjes hier leren zeilen. En dan hadden we in die tijd mocht het een heel groot kampvuur maken. Nu mag dat natuurlijk niet meer. Maar het was altijd heel erg leuk. Nou, je kunt grote bakken. Ja. We hebben hier met die zeilgroep 2 maanden geleden gekampeerd. En je kan dus een bak meenemen. Daar kan je dan een groot vuur in maken. Zonder dat je het strand kapot maakt. Dus daar gaat het om. Nou, die kleinzonen zijn niet zo enthousiast. Ze zitten te kaarten. Maar er zijn onderwijl andere kinderen die we ontmoet hebben. Die zijn erbij gekomen en een paar kunnen zeilen. Die hebben in Nederland leren zeilen. Dus het gaat erom dat ze een beetje het gevoel hebben wat het is om in zo'n klein bootje te varen en op en neer te varen. En op een bepaald moment moeten ze, het is een optimistje, dus het is nu met z'n tweeën, maar eigenlijk is het bestemd voor 1 kind. En dat kunnen ze makkelijk aan als ze dat leren. We hebben een hele periode gehad dat er eigenlijk te weinig kinderen van Bonaire gingen zeilen. En we zijn dus van plan na dat de vakantie voorbij is, bij de scholen langs te gaan om weer de kinderen aan te spreken om te komen leren zeilen. Weet je wel, meestal op vrijdagmiddag hebben we vanaf 3 tot 4 tot 6 uur hebben we zeiles. En dan kunnen de kinderen komen oefenen. We hebben dus een Bonaire Sailing Club, de BSSA, en ook daar is een onderdeel van de optimisten. Dus ze kunnen gewoon bij Bonaire Sailing kijken en dan krijgen ze wel telefoonnummers om te bellen naar de mensen die daarmee betrokken zijn.